Deze beschouwing die gaat over btw en andere vormen van diefstal. BTW is de belasting op de toegevoegde waarde. Dus op zijn Engels is het VAT, Value Added Taxation of Tax. De value added. Dus iemand voegt waarde toe. En over de toevoeging van die waarde wordt er belasting gegeven. Dus des te meer waarde je toevoegt, des te meer belasting er betaald moet worden. Dat is misdadig. Ik pak even een uh, stokje thee erbij. De, die thee die ik nu drink. Hè, dat is dan water. En zo'n theezakje. En het water is warm gemaakt. Dus elektra. Nou, dat water dat is natuurlijk gratis. Maar de toegevoegde waarde is dat dat water schoongemaakt is. Want ik, ik ga geen thee zetten van uh, grondwater. Dan word ik hartstikke ziek. Het is vies of zo. Dus ik betaal dan voor het feit dat ik hier uit de kraan krijg ik drinkwater. Water wordt niet gemaakt namelijk, maar het wordt schoongemaakt. Dus de toegevoegde waarde is dat het water wat er op deze wereld is. voor een deel wordt dat schoongemaakt. En dat schoongemaakte water. Dat, nou, dat, daar betaal ik dan voor. En ik betaal voor het feit dat het dan. Uh, dat is ook een toegevoegde waarde. Ik hoef dat water niet te halen bij de pomp. Nee, het komt gewoon hier uit de keuken en uit mijn badkamer. Dan doe ik een knopje, draai ik naar links en dan, blut, en dan komt water eruit. Nou, over die toegevoegde waarde, daarvan wil de overheid daarbovenop dus 9% hebben. Dus als ik voor 1 euro water koop. Nou, het water zelf kost dus niks. Ja, op de aarde is er echt zoveel water, echt genoeg water. Het water is gratis. En dat wordt dan schoongemaakt en getransporteerd. En dan koop ik voor 1 euro schoongemaakt en getransporteerd, getransporteerd water. Dan zegt de overheid, oké, okay, mogen wij 9 cent. Dat is diefstal. Meer niet. En mensen die dit horen, die gaan dan zeggen. Oh, maar de overheid moet geld hebben. Ja, de overheid dient een vergoeding te krijgen voor de dienst die zij levert. En die vergoeding die wordt betaald door de mensen naar rato dat ze gebruik maken van die diensten. Neem zoiets als wegenbelasting. Ik ben er voorstander van dat wij gaan denken aan een systeem dat je wegenbelasting betaalt. ...in de mate waarin je gebruik maakt van het wegennet. Gewoon per kilometer afrekenen. En dat hoeft niet eh, elke dag eh, hoeveel heb je gereden en dat afrekenen. Nee, dat is gewoon... In iedere auto zit een kilometerteller... ...en een auto moet toch eens in de zoveel tijd naar de garatie... ...en dan gaat de garatiehouwer... Eh, ...die typt even de kilometerstand in op een hele handige website... En even later krijg jij een accept-giro in de bus. En of je krijgt een terugstorting. Je betaalt dan wegenbelasting A. Zoveel. Dus dat, uh, daar we er wordt een rekensom van gemaakt. Het aantal kilo's dat je auto weegt, vermenigvuldigd met het aantal kilometers dat je gereden hebt. En dat moet je betalen. En als je dan bang bent van ja, nee, zo dadelijk, over een half jaar, krijg ik een hele grote nota. En uh, ja, ik wil graag uh, iedere maand uh, uh, afrekenen. Dan mag wel, dan doe je iedere maand je een vast bedrag. En, uh. Ja, zelf kan je het ook bijhouden. Het dus is het aantal kilometers uh, vermenigvuldigd met het gewicht van je auto. Keer zoveel cent. En dan moet je storten op de uh, algemene bankrekening en die heet wegenbelasting. En elke keer als jij naar de garage gaat, dan komt er dus van officiële weg, zullen we zeggen, even een aangifte van je werkelijke aantal kilometers. En dan heb je oftewel te veel betaald in de afgelopen maanden, of je hebt te weinig betaald. En ja, als je te veel hebt betaald, dan krijg je terug. En als je te weinig hebt betaald, dan komt er uh, een aanslag. En zo betalen dan de Nederlandse mensen voor het gebruik van het wegennet. Klaar. neem dat water wat ik betaal. Ja, ik betaal niet alleen voor het schoonmaken. Maar ik betaal ook voor het aanleggen van die pijpen. En het onderhoud van die pijpen. En er moet van alles gebeuren. Dat vind ik al mijn best. En ik betaal naar de rato waarin ik daar gebruik van maak. Als ik veel water verbruik, dan betaal ik meer. En als ik minder water verbruik, dan betaal ik minder. En ik heb met de, wat is het hier, de NUON of zo, of wie, wie doet dat? Die, en dan heb ik zo'n vast bedrag wat ik dan iedere maand moet betalen. En dan heb je zo'n, moet je de meterstanden doorgeven en dan krijg je een afrekening. Een verrekening heb ik. Oftewel, ik ga omlaag in mijn maandbedrag of ik krijg een nota voor extra betalen en ik ga omhoog in mijn maandbedrag. Ja. Nou, datzelfde heb ik dus al voor mijn elektra en mijn gas en mijn water. Nou, dat ook voor de wegen toestand. Dan ben ik het er toch klaar. En ik woon hier in Arnhem. Nou, maar een inwoner van Arnhem vind ik dat hij wel wat mag betalen voor het feit dat hij in Arnhem woont. Ja. Iets voor de algemene voorzieningen. Maar er moet ook niet de spuigaten uitlopen. De gemeente die doet hier geld van het gemeentegeld. Want ik denk: hou daar eens mee op. Die doen allemaal dingen waar ik niet op zit te wachten. Van mijn gemeentebelastinggeld ook. Dus ik betaal hier aan Arnhem aan de gemeente. ik dacht iets meer dan 10 euro per maand. Ja, waarom? Voor wat? Laatst ging je naar de gemeente, ik moest een nieuw ideebewijs hebben. En dat kost me ook weer uh, tientjes. Denk ik, ja, ik betaal al gemeentebelasting. En dan vraag je een keer weer terug aan de gemeente en dan willen ze weer geld. Dan denk ik, jongens, is dan de taak van de overheid het binnenharken van zoveel mogelijk geld... Het is niet eerlijk, dat is mijn punt. Dan betalen we ook nog loonbelasting. Maar wat is dat nou weer? Dat is ook weer een toegevoegde waarde die belast wordt. Dat is een bedrijf, die heeft allemaal mooie plannen... En die neemt iemand in dienst en die gaat dan uh, kartonnen dozen. En dat is nee, uh, gewoon karton. En die medewerker gaat uh, dat, die, dat gewone platte karton. En daar gaat hij dozen van vouwen. Dat is toegevoegde waarde, lijkt me dat. hè? En dat doet hij dan voor een vast bedrag per maand. En dan zegt de overheid: Oké, okay, dat willen wij uh... En dat gaat hard, jongen. Ja, willen we zoveel procent. Ik vind het schandalig. Ik heb nou een, een jaarcontract. Daar um, nou ga ik er niet zoveel verdienen, maar, maar dan nog, over het weinige dat ik verdien, uh, daar ga ik nog belasting over betalen ook. Dat krijgen we nou. Ik ga schoonmaken bij uh, 1, 2, 3, 4, 5 instanties voor gehandicaptenzorg... zorg. En dan moet ik s morgens om zes uur opstaan. Dan moet ik zeven uur uh, daar zijn. Dan nou, moet ik iets eerder zijn. Vijf voor zeven, tien voor zeven moet ik er zijn. En dan kan ik mijn jas ophangen en uh, even vragen wat ik allemaal moet schoonmaken. En dan ga ik dat schoonmaken en dan mag ik om elf uur mag ik naar huis. En dan krijg ik dan, uh, als ik een master heb, mag ik vier dagen in de week mag ik dat edele werk doen. En dan. Nee, dat is niet genoeg. Zeg maar vijf dagen in de week mag ik dat edele werk doen. Als ik mazzel heb. En dan krijg ik er iets van 1300 nog wat. Of zo. 20, 80. Nou, dan zit ik aan de 1200 in de maand. Moet ik nou belasting betalen ook? Waar zijn we mee bezig? Het gaat hier om het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes van mensen met een handicap. Geestelijk of lichamelijk. En dan gaat iemand dat doen, in dit geval Perritje Winkeltje. En daar wil de wilde overheid dan nog poen van hebben ook. En daarbovenop, het is een overheidsinstantie. Waar ik het voor ga doen. En wat wil je nou? Dus ik krijg betaald via de overheid, en dat heet dan bruto. En dan moet ik daarvan nog een deel teruggeven aan de overheid. Dan denk ik, ja, geef me dan niet. Dat is toch flauw, dat je tegen iemand zegt, hier heb je een euro. Dan zegt hij al, oh, dat is mooi, dankjewel. En dan drie seconden daarna zeg je, mag ik 20 cent terug? Nu zeg je, ik heb daarnet een euro gehad. Ja, dat was bruto. Eh, ik, ik heb je bruto gegeven, maar je mag alleen maar netto houden. Dan En Doe maar 20 cent terug, want dan staan we weer kiet. Ik denk Ja, geef me dan in één keer 80. Nou is het zo dat ik mijn netto loon natuurlijk wel krijg... via die instantie, dus ik krijg mijn bruto loon niet. Maar die instantie moet dan dus over mijn gewerkte uren... Uh, dus die instantie waar ik voor werk, die krijgt dan geld van de overheid om al die dienstverlening te doen. Dan krijgen ze geld om die bruto lonen allemaal te betalen. En dan moeten ze van dat bruto loon, wat ze dan. en daar moeten ze dan weer teruggeven aan de overheid. Dus, dus degene die dus iets krijgt van de overheid, in dit geval is dat die instantie. Die moet dan weer een deel van wat ze van de overheid krijgen. om dan die gemeenschappelijke ruimte schoon te laten maken. Onder andere. Niet alleen dat natuurlijk, hè? nog veel meer dingen. Maar wat het geld wat ze krijgen, moet ze een deel weer teruggeven. Ja. En Geef het dan niet. Als overheid dan? Hè? Accepteer het. Dat, uh, dat, ja, dat je nu één keer voor gehandicapten zorgt. Ja, dat is een taak van de overheid. Ook maar de vraag of dat echt zo zou moeten zijn. Maar het is er nu een taak van de overheid. Laten we dat voorlopig niet veranderen. En dat moet natuurlijk ergens van betaald worden. Ik weet ook zo snel niet waarvan. Ik zou zeggen dat het betaald moet worden van mensen en bedrijven. Nou, in ieder geval van bedrijven. Bedrijven die in Nederland een vette business draaien en behoorlijke omzetten en veel winst en zo, uh, die kunnen wel uh, een centje missen voor de gehandicaptenopvang, dacht ik. En daarbij geldt ook natuurlijk uh, directeuren en andere medewerkers van bedrijven die naar huis gaan met een inkomen wat ver boven modaal ligt. En het modale inkomen is het, uh, het meest verdiende inkomen in een regio. Dus als er een modaal inkomen in Nederland is, zeg maar, uh, 2000 euro. Maar nou, iedere bedrijf dat een medewerker meer betaalt dan 2000 euro per maand, uh, die bedrijven, niet die mensen, maar die bedrijven, uh, die betalen dan ook uh, mee aan de gehandicaptenzorg. Vind ik zonder meer uh, dat. De, de, de burgers moeten geen belasting betalen. Ja, gemeentebelasting, dat soort dingen. En voor, de diensten waarin je gebruik, voor de diensten waar je gebruik van maakt als burger, daar moet je voor betalen, in de mate dat je er gebruik van maakt. Natuurlijk. Maar voor algemene dingen, zoals ja, noem eens wat, de rechtbanken, gehandicaptenzorg en nog wat meer. Hij moet uit de, uit, de, uit de grote pot komen. En de grote pot, die wordt niet gevuld door de burger. Dat vind ik niet goed. Die wordt gevuld door het bedrijfsleven. Moet gevuld worden door het bedrijfsleven. Dat is eerlijk. En iets anders niet. Iets anders is behalve dat het niet eerlijk is, is het heel erg omslachtig. Als je de bedrijven aan gaat slaan voor belasting, dan heb je in Nederland heb je maar x bedrijven. En je hebt minder bedrijven dan Nederlanders, snap je? Dus je hebt veel minder belastingplichtigen. Dat is de manier waarop je het aan moet pakken. En terug naar de btw. Ja de BTW is dan een belasting en dat geld gaat... dat is dus niet voor een bewezen dienst. Het is geen dienst van de overheid die jij afneemt... waarvoor het dan redelijk is dat je daar een centje voor betaalt. Nou, dat liter water wat ik gebruik voor deze thee... de dienst is geleverd door de NUON of zo. Door het waterbedrijf, hoe heet dat? Hij is het waterbedrijf, Ja, die, die heb ik betaald. Oh. En die btw die ik daarover betaal, ja, uh, die gaat dus niet aan het waterbedrijf. Weet <laughs> het waterbedrijf dan nou ook alweer? Dat ik ga even opzoeken. Oh, ja, waterbedrijf, ja, ik, ik weet het dus niet echt. Maar... Ja, ik weet het wel, natuurlijk Het is nou Anyway. Die betaal ik 18 euro in de maand. Maar dat vind, ik, dat vind ik redelijk. Maar van die 18 euro die ik betaal... ...daar gaat dus... ...de ja, 9 ...zeg maar ja, iets meer als een euro... ...betaal ik... ...per maand aan de overheid. Omdat ik water verbruik. Dat is diefstal... Vind ik hoor. Ik vind dat helemaal niet horen. Ik vind het schandalig. Dit mogen wij ons niet laten gebeuren. En het kan voorlopig niet anders, dat kan ik je wel vertellen. Dat kan je lekker vergeten. Ten meer daar iemand, iets als de Europese Unie, eh, het is, er is afgesproken dat de Europese Unie, die krijgt een deel van de BTW-opbrengsten per land. En de Europese Unie krijgt ook een deel van de invoerrechten per land. Dat is een geldjongen wat daar naartoe gaat. Ik heb het uitgerekend, hè? dat is een website namelijk van de EU. En daarop staat er netjes per land wat hij uh, betaalt en ontvangt. Er staat niet een totaal uh, uh, stage in, maar die heb ik zelf even opgesteld. Jeetje, dan zie je het hoor. De Europese Unie, dat is een parasiet. En wat voor dienst levert de Europese Unie? Weet jij het? Noem iets positiefs wat de Europese Unie ons geleverd heeft. Iets, kan jij het verzinnen? Uh, wat je dan hoort op tv, ja, yeah, uh, nieuwe Europese richtlijnen dicteren en dan komt er een van de lulkoek verhaal. En dan zeggen mensen, ja, yeah, maar alles wat de EU zegt, dat is toch echt beter dan, uh, ja, dat is kwaliteit hoor. Dat is een uh, richtlijn van de EU, dat ze, uh, oh, ik vind het ook goed staan hoor. Het is uh, een product gemaakt voor ons Europese richtlijnen. Nou, dan heb ik gelijk vertrouwen in dat product. Er stond ook naast in de krant dat bij een of andere provincie was van plan om windmolensvergunningen te laten verstrekken. En dan zouden de windmolens gebouwd worden. En conform de Europese Unie haar richtlijnen zou dat feest voorlopig niet door kunnen gaan. Ja, maar dat vind ik wel goed, want anders gaat iedereen zomaar windmolens bouwen. En uh, ja, ik vind wel dat. Uh, wat zei je nou, Perry? Uh, 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 wat? Mogen ze geen windmolens bouwen? Oh. oh, dat wist ik niet. Nee, moet je de krant maar lezen. Ik snap wel dat de krant uh, in de regel. Uh, dat je daar niet blij van wordt. Maar er staan wel dit soort verrassende opmerkingen in. Hè? Er zijn projecten hier in Nederland, waaronder de bouw van windmolens, en die gaan voorlopig in de ijskast, want uh, de Europese Unie uh, staat dat niet toe. Oftewel de, ja, degenen die dus verantwoordelijk zijn voor die diefstal, snap je? Die ons beroven. Nee, daar word je blij van. Nee, dat vind ik helemaal niks waard, namelijk. Wat zie je nou met Engeland, hè? Die. Ja, Engeland heeft niet zoveel met die Europese Unie. Ze hebben ook nog steeds hun eigen pond en geen euro. Heel verstandig van die lui. En zij betalen minder. Aan de EU dan de andere landen als je kijkt naar de regels die ervoor gelden. Want ze hebben regels opgesteld dat een land betaalt zoveel en dat kan je dan zelf uitrekenen als land. Daar heb je een bepaalde formule voor. Er wordt gekeken naar blablabla uh, bla, 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 en dan betaal je dus zoveel. Nou dan zou Engeland zou dan een x-bedrag per jaar moeten betalen aan de EU en dat willen die Britten niet. Nou, ten is er gezegd, dan, dan geven we die Britten korting. En vervolgens is er gezegd dat de andere landen dan extra moeten gaan betalen... vanwege de korting die Engeland krijgt. Zodat de EU dan uh, uh, geen... Hè? Het is niet zo dat ze korting krijgen van de EU. Nee, de EU krijgt net zoveel geld... maar de andere lidstaten moeten extra gaan bijbetalen... omdat Engeland korting krijgt. Ja, dat heet een sigaar uit eigen doos... En daarbovenop moet, moeten de andere landen, anders dan Engeland, met z'n allen 100 miljoen extra op tafel leggen, omdat Engeland korting heeft gekregen. Snap je hem nog? Dus Engeland krijgt een korting van zeg maar 10 miljard. Ja. Nou moeten de andere landen, en dan Hongarije een klein beetje, maar Duitsland moet vet mee betalen, Nederland moet vet mee betalen. Ja. België natuurlijk ook. En zo, hè? Omdat Engeland korting krijgt. Dat totaal moet gelijk zijn aan die 10 miljard korting die Engeland krijgt. En daarbovenop nog een keer 100 miljoen. Ja, mijn spreadsheet ligt niet. Dat is diefstal. Maar zo worden wij beroofd. En, ja, en de gedachte van ja, laten we maar betalen, want ze doen zoveel goede dingen. Nou, ze doen helemaal geen goede dingen. Helemaal niet. Wat, wat heeft de EU? Als de EU iets zou moeten doen, het is aan de grote klok hangen. Dat er hier in Europa een land is. waarbij je legaal gesproken. seks mag hebben met 12-jarige kinderen. Want iedereen lult dat dat alleen maar in Thailand zo is. Nee! Er is ook een Europees land. Dan mag je als volwassene seks hebben met een 12-jarige. en het is legaal. Nou, Peri, dat geloof ik niet hoor. Want uh, hier in Europa. nee, dat, uh, dat zuig je uit je duim. Nee! Het heeft die welt. de Duitse tijdschrift heeft dat uh, naar boven weten te krijgen. Er is een Europees land waar je seks kan hebben als volwassene met een kind van twaalf. Daarvoor hoef je helemaal niet naar, naar uh, Thailand. Nee, daarvoor kan je gewoon naar de Vaticaanstad. Ja, niet dat je daar zo makkelijk binnenkomt, want er is een hele grote muur omheen als je dat niet wist. Maar in Vaticaanstad kan je seks hebben met een 12-jarige persoon als volwassene. Daar wordt niet moeilijk over gedaan. Niet volgens de wetgeving. Kijk, als de Europese Unie dat nou eens eventjes uh, hè, aan de orde zou stellen. Maar dat doen ze niet. Nee, want de eerste president van de EU, dat was uh, die van Rompuy. Heet die Erik of zo? We kijken hoe hij nou mag heet. Ik moet toch gaan afronden, met moet zo naar de tandarts. We uh, kijken hoor. Uh, Rompuy. Dan EU. Europese Herman heette die. Herman van Rompuy. Oh, hij was count. Wat betekent dat? Hertog? De hertog van Rompuy. Hij was een Belgische politicus die eerst nog premier is geweest van België. En toen werd hij de president van de Europese Raad. Want we hadden afgesproken dat het hele Europa-avontuur. Dat mocht dan wel, voor zover het ging om het vereenvoudigen van de handel binnen Europa. En we zouden daar niet een president nodig hebben. Dus kregen wij een president. Want we hadden afgesproken van niet. Dus kregen wij een president. Die nog, uh, hoe wordt de president van de Europese Raad bepaald? Oh, ik ben benieuwd wat hij hier kan. Oh ja, de, de... die president die wordt bepaald door de Europese Raad. <laughs> Ja, precies. Er komt er geld binnen, jongen, bij de EU. Dus bij de EU werken 40.000 ambtenaren. En dan krijgen ze dus een enorme bak geld krijgen ze binnen. Want ze krijgen dan per land... De, een stuk van de btw en alles. Dat moet echt betaald worden. En daarbovenop... Alles wat die landen importeren vanuit. van buiten de EU. daar moeten invoerrechten over betaald worden. door de mensen die die goederen binnenbrengen. En die invoerrechten gaan ook naar de EU. Dat is mooi, ja. Dus de EU heeft een vaste bron van inkomsten. Dan komt een poen binnen, jongen. En dan hebben ze 40.000 ambtenaren. om die. Ja, afpersing, meer is het eigenlijk niet. Uh, rond uh, te breien. En per ambtenaar. blijft er 345.000 euro per jaar. Uh, in, ja, hangen. Nou, je gaat mij niet vertellen dat al die ambtenaren naar huis gaan. maar 345.000 euro per jaar. Dus waar blijft die poen? Schande is het dan? En misschien wel de grootste schande is dat wij Nederlanders dit zo gelaten accepteren. Och ja, nou, het moet maar. Ja, wat heb je anders? Hè? Ja, je moet toch iemand wat betalen? En, uh... Ja, dan maar de EU hoor. Maar ik vind wel wat. En ik vind ook dat ieder jaar, uh, ja, dat wordt het weer verhoogd en dat, uh, dat vind ik ook al wat, want ja, alles wordt duurdere, ook de EU. Ja, het is diefstal. Wij hier in Nederland, uh, ja wij werken. Je kan zeggen, uh, ik heb een tijd achter de rug dat ik niet gewerkt heb. Ik ging naar de supermarkt om mijn bier te halen. En, uh, hij liep naar de koffieshop om mijn uh, wiet te halen. En naar de tabakswinkel met die vriendelijke mensen om mijn tabak te halen. En een nieuwe aansteker. Als die weer eens gestolen was in de kroeg. Want daar ging ik ook naartoe. En dat was het dan. Nou, in die periode heb ik niet gewerkt. Maar de afgelopen tijd heb ik weer gewerkt. Niet voor klanten of zo, maar gewerkt. Ik laat iets achter voor mijn medemens. En vanavond komt een vriend van mij op bezoek. en die is zijn hele leven al bouwvakker. Nou, die heeft dakkapellen geplaatst. en nou, die heeft ik weet niet wat gedaan, man. Die heeft zijn hele leven gewerkt. En die werkt nog steeds. En dan bedenk ik met name aan hem, want hij betaalt dus aan de EU. Hij betaalt. pak een beet iets van. 400 euro per jaar aan de EU. Ja. Kijk, een ambtenaar die in Nederland ook een leuk salaris krijgt, ja, die betaalt niks aan de EU. <laughs> ambtenaren betalen niet aan de EU. Gemeenteambtenaren niet, provincieambtenaren niet. Al die ambtenaren betalen niks aan de EU. Belastingadviseurs, die betalen niks aan de EU. Maar Wout, die vanavond komt, die komt even een biertje drinken. Ja, die heeft daadwerkelijk een toegevoegde waarde. En die betaalt. Dus als dat, dat, dat betalen aan de EU, dat circus, dat speelt al vanaf 1990 ongeveer. Dus de afgelopen 30 jaar heeft Wout, zeg het maar, ongeveer teruggerekend met inflatie en alles. Hè? 30 keer 400. Dus, als die EU er niet was geweest, dan had Wout nou een bankrekening gehad van. Even goed uitrekenen, want met die nulletjes moet je oppassen. Hè? Dus uh, 30 keer 400 is 12.000 euro. 12.000 euro heeft Wout betaald aan de EU, tot nu toe. Ga ik hem vanavond ook even vertellen? Kijken wat hij daarvan vindt. 12.000 euro voor een of ander spektakel. Met leuke beelden op tv. En nieuwe, nieuwe Europese richtlijnen. En een Geert Wilders die dan zegt: Ja, we moeten uit de EU. En bla 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 bla. En als er een puntje bij paaltje komt, dan heeft Geert Wilders andere dingen te doen. Ja, nee, maar zo bedoelde ik het ook niet hoor. Ik wil uit de EU, maar niet te concreet. En die Cherry Baudet van de FVD. Ik wil niemand van die partij die erin gelooft. En dan, ja, ik wil het niet voor de schenen trappen. Maar alles over. Uh, eh, neem een termijn om uit de EU te stappen. Hè? Ik snap dat je niet binnen drie, vier, vijf weken uit de EU kan stappen. Dat het iets meer tijd nodig heeft. Maar. Binnen een jaar is toch redelijk. Ja. Wat moet je trouwens regelen? Het eerste wat je doet met de EU is dat je zegt: we betalen niet meer. Huh? We betalen niet meer en we nemen ook geen diensten meer van jullie af. Dus je mag richtlijnen afkondigen. Wil ik allemaal best, maar wij hoeven die richtlijnen niet. Dan gaan de landen maar voor betalen die die richtlijnen wel willen en die kopen dan die richtlijnen bij de EU. En wij kopen die richtlijnen niet meer. Dat zijn onze richtlijnen dus niet, we hebben er niet voor betaald en we willen ze niet meer. Uh, stop die richtlijnen maar op een plek waar de zon niet schijnt, zouden de Amerikanen zeggen. Oh, we betalen niet meer. En als je boos wil worden op ons, dan moet je maar het Europese leger op ons afsturen, of de Duitsers tegen ons ophitsen, of de Belgen, of, uh, of de Britten, of de Luxemburgers. En dan gaan we even een robotje knokken. Kijken wie er wint. Want wie is er nou de baas in Nederland? Junker. Met zijn beschonken hoofd. Oh, maar Peri, jij hebt ook heel veel gedronken. Dat zeg je net zelf. Ja. Maar ik was. Uh... Nou ja, ik heb niemand lastiggevallen. Ik heb niet in functie uh, lalalala gedaan. En, en fouten veroorzaakt. En wat dan ook. Helemaal niet. Ik zat hier te suipen in mijn IKEA-bed. Dus ik mag dat hoor. Maar iemand die de president is van de Europese Unie, die hoort niet dronken te verschijnen in een functie. Dat vind ik niet kunnen. Punt. Een minachting van de, van de burger van Europa, dat vind ik het. Toe Wouter, de bouwvakker die vanavond een biertje komt drinken, die komt er ook niet bezopen, is morgens om 7 uur op de stijger. is toch ook nuchter en zonder kater. Nou dan. Dan mag je van Juncker toch er ook verwachten. En ik brom je hoor: die FVD, uh, onder het mom van we gaan er wat aan doen, uh, doen ze er effectief niks aan. En of dat Thierry Baudet, uh, of dat hij dat echt uh, he, 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 heel stiekem zo uh, uh, so doorgenomen heeft. Dat weet ik niet. Ik sluit het niet uit. Dat Thierry Baudet, net als Geert Wilders... Bij Geert Wilders weet ik het denk ik wel zeker... dat hij, Geert Wilders, aangesteld is om oppositie te voeren tegen de EU. Uh, oppositie tussen aanhalingstekens. Uh, want je mag er van alles over zeggen en... Uh, je mag vooral dingen gaan zeggen die je eigenlijk niet kunnen en dan krijg je kritiek en dan heb je het echt helemaal fout gedaan. En, en, hè? Een soort van clown mag je uithangen. En jij bent dan de oppositie tegen de EU, maar niet juist. Hè? En dan maak je een oppositie uh, die is, uh, noem het maar, vleugellam. En iedereen denkt dan: oh, we hebben oppositie tegen de EU. Nee, die oppositie is vleugellam. Die kan niet echt wat. En ik denk dat Geert Wilders dat weet. En waar baseer ik dat op? Uh, ja, ik denk dat Geert Wilders dat weet. <laughs> Want ik vind het een merkwaardig figuur. Toen hij bij de VVD zat. Zijn er binnen zijn fractie, kamer, uh, nee, Kamervragen, zijn er vragen gesteld van wat hij toch uh, periodiek deed bij de Israëlische ambassade? Sorry. Ja, waarom? waarom? Je, je bent een Nederlands politicus, wat heb je dan te maken op de ambassade van Israël? Omdat je tante daar werkt en die breng je dan uh, bonbons of zo? Nee, dat was meneer Geert Wilders natuurlijk voor overleg. Ja, maar wat dan van overleg? Wat had hij dan zo belangrijks te bespreken bij de Israëlische ambassade? En ik heb ook nog een foto gezien van de fractiekamer van de PVV. En daarin hing een Israëlische vlag. En ik denk ja, ben je nou een politicus van Nederland of wat? Ja toch? En die opmerking van Geert Wilders over uh, de kopvodden-tax. Nou, ah, dat kan dus echt niet, hè? Dat dat, dat, dat niet geleid heeft tot het tot onmiddellijk afzetten van die gozer. Want dat doe je toch niet? Het is de alma's, een hele bevolkingsgroep, ongelooflijk onheus bejegenen. Want een, een hond heeft een kop. Een vlieg heeft een kop. Noord-Holland heeft een kop. De kop van Noord-Holland. Een paard heeft een hoofd. Je hebt niet een paardenkop. Een paard heeft een hoofd. Een koe heeft een kop. Een geit heeft een kop. Een paard heeft een hoofd. Mensen hebben geen kop. Mensen hebben een hoofd, net als een paard. En een hoofddoek is geen vod, want een vod is een half versleten stuk, stuk, stuk textiel, wat je gebruikt om iets schoon te maken. Dat is een vod. En dan te spreken van kopvodden. En het komt er in de krant te staan. Ja. Als ik de Willem van Oranje van Nederland was geweest. dan had ik mijn mede stadhouders ervan overtuigd. dat ze Geert Wilders. Uh, samen met zijn Hongaarse vrouw. op de enkele reis naar Boedapest hadden moeten zetten. Ga maar terug naar je schoonmoeder. En kom hier nooit meer naar binnen. Je kan niet zeggen dat je werkt aan een oplossing voor een probleem door een bevolkingsgroep te gaan beledigen. Spreuken 15, vers 1. Een zachtmoedig woord vermindert wrok. Een krenkend woord vermeerdert grimmigheid. Spreuken 15, vers 1. Oude Testament. Ik zag dit niet uit mijn duim. Pak je Bijbel er maar bij. Ik weet niet of ik dat letterlijk. Uh... Maar ik moet me klaar maken voor de tandarts. Ik kan hem wel eventjes. Even mijn microfoon bijstellen, dan hoor je een beetje rare geluidjes. Ik stond dadelijk bij de tandarts ook. Ja, er kunnen een beetje rare geluidjes komen. Ja. Dat hoort erbij. Zes, drie twee, ik word verdoofd hoor. Even kijken. Zes, drie twee. Spreuken kijk, nu gaan we praten en dan vijftien. Ja, Daar staat ja mooi man. Hier staat dan, dit is de Statenvertaling. Gekocht voor 15,40 euro bij Boekhandel de Fakkel hier in de Koningstraat. Ze, ze zijn bijna op, dus ik zou even voortmaken, want de andere. Nou, daar werd mij verteld, maar die zijn duurder. Omdat dit nog het oude taalgebruik is. En ja, nou, dit is dan goedkoper. Maar ik vind dat je dat oude moet hebben. Nou, hier gaat ie hoor. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar een smartend woord doet den toren oprijzen. Ja, dat is toch mooier, hè? En wat Geert Wilders heeft gedaan, dat was een smartend woord uitspreken. En dat doet den toren oprijzen. Nou, zo'n vent wil je niet in het parlement. En een zo'n vent is dan de oppositie tegen de EU? Uh, laat maar zitten. En hoe kwamen we op de EU? Nou, de EU die leeft van onze BTW. Uh, zoek de wetgeving er maar op naar. En de BTW, dat dat diefstal is, dat was het onderwerp van deze uitzending. Snap je? Zo zijn we weer lekker thuis. En is het cirkeltje rond. En dan schenk ik nog een kopje thee in. Waarover ik een 9% BTW moet betalen. Zelfs als ik thee zit te drinken, dan wil dat rapalje er nog geld voor zien ook. Zo, dus ook toen ik daar kwam. Ik zit in de automatisering, heb ik mijn hele leven gewerkt. En dan heb ik een klant en het is een garatiebedrijf. En dan niet zo'n hele luxe dealer uh, dingen of zo. Dan nee, heb jij een MAF. Die hebben een, uh, een hal hier bij de haven van Arnhem. Aan de IJssel. Dus Arnhem ligt aan de Rijn, maar er is een afsplitsing van de Rijn. Die gaat naar boven richting uh, Zwolle. Dat is de IJssel. En daar in de buurt, daar, uh, daar hebben zij een, uh, een hal. Nou, en die doen dan APK-keuringen, algemene politiekeuring. Dat is afgekondigd door de overheid. En de overheid heeft gezegd dat moet. En dat is niet om te kijken of je auto uh, uh, geweldig in elkaar zit. Maar dan wordt er gecontroleerd of je je knippellicht het wil doen en dat soort basic stuff. Maar of je met je auto niet de wet overtreedt, daar komt het op neer. Dus je moet niet denken dat een APK-keuring, dat je dan uh, ja, dat je uh, van. Oh, nou, hij is APK gekeurd. Nou, dan, dan doet hij het goed. Nee, dat zegt helemaal niks. Het is maar een keuring voor de politie. Hè? Nou, zo'n APK-keuring, daar wordt uh, 21% BTW overgeheven ja, dus de overheid komt eerst eventjes met het verplicht stellen... dat iedere autobezitter met een auto duurder dan zoveel jaar... die moet verplicht ieder jaar naar, in dit geval, mijn klant toe. Dan is hij zijn auto kwijt voor een tijdje, voor een paar uur of zo. En dat is al heel vervelend. Nou, 90% zo niet meer van de APK-keuringen... dan is het allemaal van, nou, is goed hoor. Een APK-keuring in principe kan je hem zelf ook doen hoor. Gewoon even kijken of de lampen het nog doen en uh, remt hij nog een beetje. En... Ja, als er wat mis is met je auto, dan ga je dan naar de garantie toe. Hè? Nou, er is verder niks mis met je auto, moet je toch ieder jaar even laten bepalen dat er niks mis is met je auto. En dat kost je dan zeg maar uh, 25 euro als je hele goedkope hebt. 25 euro. Ja, en dan wil de overheid uh, mag, wat, 5 euro. Ja, dat is diefstal. Puk, uh, diefstal. Maar wij hebben dan zijn Clio met zijn trio. Ja, die moet ook ieder jaar gekeurd worden. Dus dan zijn we elk jaar, huppakee, weer. Uh, hè? Terwijl Wim, uh, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin. Die kent die Clio van binnen en van buiten. Ik wil niet zeggen dat hij vaker met zijn neus onder de motorkap zit dan dat hij uh, achter het stuur zit. Maar hij, hij weet precies waar alles zit en dit en dat. En hij heeft er ook al heel erg over geklaagd. En, en hij heeft dan een heel goed geratiebedrijf in Oosterbeek. En dan met die man ook gekletst. Want wat vind je er nou van? Dat die man zei: Nou ja, kijk, dit moet je eigenlijk een keertje vervangen, maar dat hoeft nou niet. En. Kortom, die Clio, dat houdt Wim allemaal in de gaten. De banden zijn goed op spanning, uh, koelvloeistof, alles doet het. Alles. Verwarming doet het dus en uh, uh, zeg maar. Hij rijdt goed, hij trekt lekker op. En dan moeten wij toch, ieder jaar uh, moet die Clio uh, naar een garatiebedrijf en Wim moet dat dan doen. Ja, dat kost nog geld ook. En daar betalen we nog BTW over ook. Op die onzin. BTW is diefstal. Kijk, dat de overheid geld wil hebben voor, eh, voor bewezen diensten, hè, samenvattend, geen enkel probleem. Wegenbelasting, eh, gemeentebelasting, je woont in Arnhem en dan heb je toch, mag je genieten van die parken en zo... Nou, ik vind dat, dat, dat parkonderhoud en al die zaken. dat moet in de gemeentebelasting zitten. Niet het organiseren van festiviteiten. om maar eventjes een heet hangijzer uit de kast te halen. Dat hoeft niet betaald te worden uit de gemeentebelasting. Als er zo graag een feestje gehouden moet worden in Arnhem. dan mag de horeca organiseren. En dan alsjeblieft niet iedere week. Maar aan de andere kant, als de horeca dat wil, als die jongens op de Korenmarkt uh, ja, uh, elke maand of zo uh, Happy Sunday willen doen met een podium en een artiesten uit het buitenland en binnenland, dan moeten die mensen van de Korenmarkt maar weten. Ja. Hoeft de gemeente zich niet ermee te bemoeien. En dat doen ze wel. Wat mijn gruwel. Anyway, gemeentebelastingen. Daar is nog iets voor te zeggen, voor zover de gemeente er geen maffe dingen van gaat doen. En bijvoorbeeld al helemaal niet dingen gaat doen als handjeklap spelen met de voetbalclub Vitesse. Ja, dat er mensen zijn die willen graag naar voetballen kijken, dat vind ik best, maar daar heeft de gemeente mooi geen zak mee te maken. Punt. Ja, maar het onderhoud van een Sonsbeekpark, dat vind ik wat anders. En het Schaarsbergenpark en de Gulden Bodem, dat vind ik wat anders. En voor de rest, ja, bedrijven die, uh, ja, die winst maken, die winst van die bedrijven, ja, dan mag je belasten. Waarom niet? En wat mag een bedrijf aftrekken van de belasting? Nou, dat zijn de kosten die het bedrijf maakt natuurlijk. Een bedrijf heeft zoveel omzet, maar ze hebben goederen in moeten kopen. Nou, die, die, die kosten die ze maken, mogen ze ervan aftrekken. En de salarissen mogen ze ervan aftrekken. En dan de salarissen mogen ze ervan aftrekken. tot de hoogte van x. En x is dan het modale inkomen in Nederland. Dus als een bedrijf de medewerkers meer dan gemiddeld betaalt, meer dan modaal betaalt. Ja, dat mogen ze wel doen, maar dat mogen ze niet aftrekken van de winst. En ze betalen dan een winstbelasting van, nou, noem het maar 20% of zo. Hetzelfde als in Ierland. Lekker simpel, eh, belastingadviseurs kan je meer stoppen, want iedereen kan een belastingadviseur worden. Iedereen kan het ook zo uitrekenen hoeveel belasting je moet betalen. Dat is super simpel, dat doe je zelf op de achterkant van een sigarendoos. Hey, je hebt zoveel gefactureerd, je bent zoveel kwijt aan je grondstoffen en je huur van je pand en alles. En je inkoop van de blablabla, noem het maar op. je hebt zoveel betaald aan loon. En dan wordt er gekeken naar hoeveel mensen, en dat deel je dan even, want niet meer dan modaal uitkeren, AUB. Nou, dat trek je netjes af van je, van je winst, en wat je overhoudt, 20% aan de overheid. Ik programmeer die spreadsheet voor jou binnen een, binnen een ochtend. Krijg je dan nog menu'tjes in je spreadsheet ook. Sterker nog, maak een website voor je. Voer je wat getallen in, pats, klaar. En dan uh, personen, uh, burgers, die betalen helemaal geen belasting meer. Dat doen de bedrijven maar. Uh, niet meer van die belasting zonder meer toestanden, hè. Huh? Je bent een mens, ik bedoel, dat Wim en ik en, Ma en Martin, dat wij wegenbelasting betalen, vind ik niet meer dan normaal. En dat betalen we naar gebruik van het wegennet. Wat He? was nou dat, uh... dat Wim die zat te zeuren over de Clio en die wilde eigenlijk wat anders, iets met vier deuren. Nou, Martin en ik vonden dat niet nodig, maar Wim zat een beetje te eikelen. Ja, ja, ja. Inmiddels niet meer, maar. En dan was er dan een alternatief. Dat een beetje te kijken op internet. Maar dan was er dan een auto en die woog dan 100 kilo meer. Ja, we in, maar dan schieten we gelijk in het andere belastingtarief. Dat was veel te duur. Dit vind ik oneerlijk. Een aantal kilometers keer het gewicht van je auto. Klaar. En als je dan een auto neemt die 10% zwaarder is, ja, dan betalen we 10% meer wegenbelasting. Maar dat lijkt me niet meer dan redelijk. Dat is dan maar zo. Maar niet dat je gelijk in de volgende schaal zit. En dan gaat er een 41% bovenop of 30%. Want die, die grens is bij 1000 kilo of zo. Hè? BTW is diefstal. Punt. En ik ga mij klaarmaken voor de tandarts. En ik zeg tegen jullie heel officieel op zijn hamburgers. Tjus. Ah, en dag lieve belastingbetalers.